Zo voor de eerste wedstrijd, na een moeizame voorbereiding, wat soms ook niet vervelend is, want dan merk je als ploeg ook dat er nog van allerlei dingen beter moet, hebben ze de eerste wedstrijd uitstekend gedaan. De Rotterdamse weken met Sparta afgelopen weekend, nu dan naar de Kuip, naar de koploper. Zie je kansen? Nou, je hebt altijd kansen, maar ja, dat klinkt misschien gek, het resultaat is belangrijk, maar eigenlijk ben ik niet zo bezig nog met het resultaat najagen. Je bent veel meer bezig aan het ontdekken van het elftal, het ontdekken van spelers, zodanig de radertjes op de goede manier zien te krijgen dat je... Ja, dat het elftal gaat draaien of dat je het meeste uit spelers haalt. Daar zijn we met z'n allen vooral mee bezig. En of dat uiteindelijk leidt tot heel snel tot resultaten, ja, het liefste wel. Maar uiteindelijk gaat het mij veel meer om de weg ernaartoe. Dus hoe werken we? Hoe is het proces van het elftal? En het gevolg daarvan is dat je uiteindelijk wedstrijden gaat winnen of punten gaat halen, beter gaat voetballen. Ja, dus zo benader ik hem vooral. Niet zozeer naar het resultaat jagen, maar meer naar het proces kijken. Een proces is er ook aan de andere kant. Bij Arne Slot, het is heel opportunistisch hoor, 1 wedstrijd. Maar het lijkt dat hij toch redelijk snel al met heel veel nieuwe spelers iets kan smeden. Hoe kijk je tegen dit nieuwe Feyenoord aan tot nu toe? Ja, nou, ik heb de wedstrijd tegen Vitesse natuurlijk ook gezien. En dat ziet er best al goed uit tegen Vitesse, wat ook wel best aardig het voor elkaar had. Dus het ziet er naar uit dat ze weer een heel stabiel geheel hebben. Die ook om kunnen gaan met tegenslag. Want ze komen ook nog achter. Komen ook nog op 2-2. Dus, maar goed, ze hebben ook wel mogelijkheden om een speler als Timmer voor 8,5 miljoen te kopen. Of jongens aan te trekken. Ze verkopen natuurlijk ook spelers. Maar zit je wel in iets andere vijver. Waarbij je wel kwaliteit binnen kan halen. Maar om dan in korte tijd al een team... zeg maar prestaties te laten leveren op het hoogste niveau. Dat is niet eenvoudig. En ook, denk ik, daar zo is het zo dat je niet exact kan aangeven wanneer dat precies in elkaar valt. Maar zo voor de eerste wedstrijd, na een moeizame voorbereiding, wat soms ook niet vervelend is, want dan merk je als ploeg ook dat er nog van allerlei dingen beter moet, hebben ze de eerste wedstrijd uitstekend gedaan. Vorig jaar met Go Ahead, volgens mij de tweede competitiewedstrijd in de Kuip. Nu de tweede competitiewedstrijd nu met Heerenveen in de Kuip. Doet het je wel altijd nog wat, al is het heel lang geleden hoor, om daar terug te keren in het stadion? Ja, zeker. In de Kuip komen blijft iets bijzonders. Fantastisch stadion. En ja, we hebben daar een hele supermooie tijd gehad, met mooie ervaringen. Alleen nu kom je daar op een andere manier binnen. En wil je daar je huid zo duur mogelijk verkopen als trainer van Heerenveen. Maar het is leuk om daar weer terug te komen en de herkenbare zaken weer te zien zo gauw als je daar het stadion binnenkomt. Je hebt mooie momenten daar meegemaakt, onder andere met Pierre van Hooijdonk. Nu heb je hier zijn zoon. Hoe is dat? Heeft hij wat weg van Pierre? Zit niet? Ja, hij heeft zeker wat weg. De karaktereigenschappen zijn, daar zijn een aantal vergelijkenissen te maken. Dus de positie waarop hij speelt, maar ook het scorende vermogen, de vrije trap, de drijf die hij heeft. Het niet tegen zijn verlies kunnen, het steeds maar bezig zijn met je ontwikkeling. Dus zaken perfectioneren, veel eisend zijn naar jezelf en je omgeving. En dat hebben ze allebei, dus daar zit er zeker parallel in.